Nou, vrienden, familie. Mijn familie. Dat we ergens naartoe gaan wat ik heel graag wil. Als ik met vrienden ben of zo. Niet te veel geld hebben. Niet te weinig geld hebben. Ja, als ik dan in een discussie ben, dat ik toch dan toch wat slimmer ben. En dan, ja, dan ben ik toch wat, ja, dan ben ik wel gelukkig omdat ik dan toch wat slimmer ben. En dan weet hij niks meer. Als ik een snoepje mag. Geluk is voor mij dat je in eerste plaats gelukkig bent met jezelf. Dat je gewoon weet wie je bent en dat je blij bent met degene die je bent. En ik wil dat ook heel graag aan onze kinderen meegeven. We zorgen ervoor dat kinderen gelukkig zijn op de sterrenwachten door veel met elkaar in gesprek te gaan. We proberen ook door heel veel activiteiten samen te ondernemen om vriendschappen tot stand te laten komen. Het Jena-plan-principe dat je met 3 jaar groep in 1 groep zit, lokt al uit dat je veel meer met elkaar in contact komt. En dat je ook de kinderen beter leert kennen omdat je ze 3 jaar onder je hoede hebt, maar ook kinderen met elkaar langer in een stamgroep zitten. Groep 1 en 2 zitten bij elkaar. En groep 3, groep 4 en groep 5. En groep 6 en groep 7 en groep 8. En dat komt omdat we een Jena-plan-school zijn. En dan werk je meer samen met elkaar en dan kan je ook van elkaar leren. Het Jena-plan-principe, er zijn meerdere basisprincipes die hier allemaal in voorkomen. Wat wij bijvoorbeeld heel belangrijk vinden is spel, werk, viering. Dat ze samen kunnen spelen, dus ook weer het samenwerken, maar dat we ook dingen samen vieren. We hebben dus de week opening op maandag, de week sluiting op vrijdag. En de week opening doen dus soms de ouders of de leerkrachten. En soms heb je ook open podium en dan mogen de kinderen zelf wat doen. Hoe je kunt merken dat deze kinderen Jena-plan onderwijs hebben gehad, dat hoor ik vooral altijd terug van de middelbare scholen. Kinderen die leren heel erg initiatief nemen, ze zijn heel goed in samenwerken, spelen vaak een goede rol in de sfeer in de klas. En ja, ik denk ook dat we dat ze heel erg mee willen geven. Dat ze tot zelfbewuste burgers in deze maatschappij staan en dat ze dat ook... Dat ze dat ook mogen zijn, dat zij er mogen zijn en dat ze weten wie ze zijn. Ja, mij maakt het werken met de kinderen heel gelukkig. Dat vind ik heel fijn om te doen. Ik vind het leuk om kinderen te begeleiden en te zien dat ze daarin kunnen groeien. Ik vind het heel mooi als je kinderen hebt met veel problematiek en ouders daarvan op de hoogte zijn en school ook. En je kunt samen goed werken om het kind goed te begeleiden. Dan geeft dat ook een goed gevoel dat daarmee het kind dus eigenlijk gewoon in goede handen is. En dat ik daar trots op ben dat wij met deze ouders en kinderen mogen werken. Maar ik ben ook wel trots op hoe wij als school functioneren. Ja, dat maakt me gelukkig.